we hebben succesvolle seizoenen gehad. En ja, dus weer, dit wordt weer een nieuwe succesvolle seizoen met alle, al deze leuke kids hier. Dus ja, ik heb er zin in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, en hoe ben jij zo terechtgekomen in de breakdance scene? Ik ging eens een keer een oefenles doen. Was bij de Giessense Markt. Toen vond ik het uiteindelijk leuk. En dan ging ik meer lessen volgen en toen werd het steeds leuker. Ja, we doen breakdance. En ja, breakdance is samen een hele moeilijke dansvorm waarbij dat je een beetje op je hoofd draait. En footwork gebruikt en top rocks, freezes, dat soort dingen. Het is niet de normale dans die je zomaar ziet. Nee, het is vooral freestyle en iedereen creëert ook na een tijd zijn eigen stijl. En heeft zo zijn eigen manier van dansen, waardoor ieders dans eigenlijk uniek is. Hoe moeilijk is het om zoiets te leren? Nou ja, al heb je gewoon goede passie ervoor en je doet het met aandacht, dan heb je binnen een paar lessen kan je op je hoofd staan. En ik ben hier op breakdance gekomen omdat een familielid van mij, die heeft het ook al een keer gedaan. Dus, en toen dacht ik dat het heel leuk was, toen ging ik er ook op en toen ben ik uiteindelijk heel lang door blijven gaan. Afstand. Maar de kids die ik hier heb, die zijn allemaal heel gemotiveerd en zitten vol met passie. Dus ja, dat lukt hier zeker, supergoed. Mama die keek en toen was het er gewoon oefenen. En toen en vond ik het leuk en toen ben ik er ook gewoon op gegaan. Zolang je maar echt die passie hebt voor een breakdancer zijnde en gewoon de dans voelt en de muziek voelt, dan ben je binnen 2 lessen of 3 lessen al een danser. Maar een echte breakdancer, ja, wil je op je hoofd draaien, dat kost gewoon tijd. En dat kost gewoon aandacht. Thuis heb ik zeg maar ook een ruimte gemaakt. En daar heb ik gewoon laminaat gelegd en zo. En dan ben ik ook gewoon gaan dansen. Dus ik dans nu 3 keer in de week. Heel veel dansen lijkt best wel op elkaar. Maar al kijk dan naar breakdance, dan gaan mensen op hun hoofd draaien. En ze gaan op hun rug draaien. En dat is allemaal heel erg opvallend, zeg maar. Of salto's en zo. Goed zo. Ik pas het. Nu zien we vandaag alleen maar jongens. Heeft dat een bepaalde reden? Oh nee, we hebben ook meiden in de groep, maar nu zijn er eigenlijk alleen maar jongens aanwezig. Maar meiden die kunnen net zo goed. Die kunnen net zo goed op handstanden staan en footwork doen, ja. Nou, ik was vroeger, danste ik al best wel veel. En toen zei mijn beste vriend een keer, misschien is het leuk als je op breakdance komt. Dus ik ging een proeflesje meedoen. En toen vond ik het best leuk. En heb ik me ingeschreven. En nu zit ik er ongeveer al 3 jaar op. Bij Stichting Trema Welzijn. Ja, zeker. Daar kunnen ze meer informatie vinden over de breakdance lessen. En ja, je kan zeker gewoon instromen. Je kan een gratis proeflesje doen en dan kan je meelopen. Welke passen of welke stijl hoop je je graag aan te leren? Op mijn hoofd staan. En is dat een van de moeilijkste dingen? Nee, het doet gewoon pijn aan je hoofd.